Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vandaag wil ik even met jullie levelen. Wij moslims moeten begrijpen dat alles wat wij doen, dat we dat doen voor Allah subhanahu wa ta'ala. En dat we verschillend zijn. We zijn zwak, we zijn beperkt, we hebben onze limieten en die moeten we kennen. Ik begrijp alleen niet dat wij, als we het hebben over meten met twee maten, met de pers, met de PVV of weet ik voor wat, dat we hetzelfde ook niet hanteren voor onszelf. Waarom is het zo dat als een zuster zonder hijab een zonde begaat, die publiekelijk is, die viral gaat, dat daar niet op wordt gescholden zoals bij een zuster die wel een hijab draagt. Terwijl het allebei mensen zijn, terwijl ze allebei goede kanten en slechte kanten hebben. Nu wil ik niet zeggen dat je op allebei moet schelden. Ik wil alleen zeggen, wat voegt een hoofddoek toe aan een persoon? Is de hijab een kroon die een zuster pas opkrijgt wanneer zij de status van een malaik, van een engel heeft bereikt? Ik weet niet met wat voor gedachtegang vandaag de dag Facebook en iedereen bezig is. Maar je hoort het elke dag, continu. En de grootste mensen die hiermee bezig zijn met deze fitna, zijn niet eens de jongens, maar zijn de meiden die geen hoofddoek dragen. Die zeggen, ja, tenminste ben ik niet zo'n piep die daar met een strakke broek loopt en een kleine hoofddoek. En a'udhu billah. Net alsof die hijab onwaardig is van haar. Terwijl de hijab is net zoals voor mij is, maar is de skoef is gewoon een stuk stof. Heb je niks aan. Op je qiyama helpt het jou niet. De enige reden waarom zusters dit dragen en waarom zusters, hoe zondevol ze dan ook wel niet zijn, dit doen, is uit liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. En die fitna van shaitan, die jij daar helpt te verspreiden met, ja, ik kan hem net zo goed afdoen, want je doet dit en je doet dit en je gaat uit en je gaat zus en je gaat zo. Wil je dan zeggen dat je beter Allah maar 100% kan gaan niet beledigen en of niet aanbidden? Of kan je in ieder geval zeggen, alhamdulillah, ze houdt hier nog aan vast. Of alhamdulillah, hij houdt hier nog aan vast. Wat het dan ook is. Wallahi, degene die hiermee bezig zijn, vrees Allah. Want op Yom al-Qiyamah sta jij dan bij de mensen die tegen haar hebben gezegd, doe hem dan net zo goed maar af. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala tegen haar, o mijn dienares, waarom heb je hem afgedaan? Zeg, ja Allah, iedereen zei tegen mij, bijvoorbeeld die zei toch tegen mij dat ik toch zo fout bezig was, dat het toch geen zin had. Dat als ik niet 100% alles doe, dat ik net zo goed niks kan doen. Hetzelfde idee hebben mensen als op hajj gaan. Of iemand is op hajj of op umrah geweest. Alsof je daarna heilig bent en gewoon niet meer de verkeerde kant op kan gaan. En dit staat haaks met de Koran. Wanneer Allah subhanahu wa ta'ala zegt, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. O, zeg tegen mijn dienaar, ja Mohammed s.a.w. zeg dat mijn dienaar het volgende moet doen. Het volgende is wat? Nooit opgeven op de hoop van Allah subhanahu wa ta'ala. Kosten wat het kost. Wat het ook is. En jij zegt eigenlijk, nee. Laat die Koran maar, ik weet het beter. Of je doet alles, of je doet niks. Net zoals die jongens die dan zeggen, ja, ik bid niet, want ik doe toch al zoveel zonde. Ik ga uit, ik smoke weed, wat dan ook. Het heeft geen zin. La hawla wa la quwwata illa billah. Het is eigenlijk de da'wa van shaitan. Jij roept in plaats van naar Jannah, roep jij de mensen naar Jahannam. Want shaitan werkt op deze manier. Hij geeft jou influistering. Waswasa. Wat hij zegt is eigenlijk, hey luister. Allah subhanahu wa ta'ala, heb jij net een zonde begaan tegen hem? Heb jij net een zonde begaan tegen jezelf? En nu wil je zogenaamd dua doen. Nu wil je zogenaamd salat doen. Nee. Schaam je niet voor Allah? Dus hij gebruikt een andere vorm van da'wa doen. Waarop jij jezelf eigenlijk gaat overtuigen dat hij gelijk hebt. En als jij mensen helpt, als jij bewust ervoor zorgt dat jij zusters of broeders hiermee naar beneden probeert te halen, wallahi, dan moet je eens eventjes heel goed je eigen agenda gaan nagaan. Wallahi, dan moet je eens even heel goed nagaan over jouw agenda. Welke kant ga je op? Wat voeg jij toe aan de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? En iedere zondaar die bij Allah subhanahu wa ta'ala terugkomt, oprecht toba doet, daarna goede werken verricht, ik garandeer jou dat jouw zondes weg zijn en dat er allemaal hasanat is. Allicht ben je naar hajj geweest, of weet ik veel wat er allemaal staat, en op Yom al-Qiyamah zeg je subhanallah, ja Allah, waarom heb ik dit aan te danken? En wallahi, dan zul je die rahma van Allah proeven. Hij is ar-Rahman en ar-Rahim. Hij heeft twee keer heeft hij een vorm van rahma, van vergevingsgezindheid, van gulheid gegeven in de Koran. En wallahi, de weg van Allah is een betere weg dan de weg van shaitan. Vrees Allah en kap je alsjeblieft mee. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.